Ja, kijk even mee hier. Ja, dit is Benidorm. En de Nederlanders hier, die gaan ook even meekijken naar het afscheid van Dirk Kuyt. En ik ook natuurlijk. Dus, de eigenaar van de Feyenoord kroeg. Goedemiddag. Ja, zeg die jongens in Rotterdam even gedag. Ja, allemaal hartelijk welkom. Ja, nou, dit is dan een Feyenoord kroeg midden in Spanje. Nou, laten we even wat zien, wat heb je allemaal? Overal hangen Feyenoord dingen, echt overal. We hebben hier Mario Been op de foto met een mobiele shirt. Mario Been was op foto daar, hier allemaal Feyenoord vlaggen. Dat was de titel. Kijk, allemaal Feyenoord vlaggetjes overal. Jongen, daar. Landskampioen. Hier. Hoppatee. En natuurlijk op het scherm hier. Kijk hier. Daar. Ja, het afscheid van Kuyt. Daar zitten ze hier natuurlijk allemaal naar te kijken. Hier, daar zitten ze allemaal. Vertel mij dan eens even, wat betekent Feyenoord dan voor jou en voor al die mensen hier? Feyenoord, dat ben je, hè? Dat zit in je hart. Ja, dat kan je niet worden. Nee? Daar word je mee geboren. Ja. Is dat zo? Zo is het, ja. Ja? Ja. Dat is gewoon, dat zit in je botten en in je... Ja, inderdaad, ja. Een Feyenoord, daar ben je. Ja? Ja, 100%. En daar is geen ontkomen aan? Er is geen ontkomen aan, nee. Nee? En jij dacht bij jezelf toen je hier ging wonen? We gooien er maar wat spulletjes in voor Feyenoord. Ja. Mooie man. Ja. Toen Feyenoord. Ja, een mooi afscheid. Ja? Hoop ik dat het gaat worden voor hem. Ja, inderdaad. Ja, hoop het. Het is een groot icoon geweest voor Feyenoord. En nog steeds. En dan kunnen we met de wedstrijd beginnen. Vertel eens over Feyenoord. Dat is Feyenoord gevoel voor jou. Ik kom voor Rotterdam-Zuid. Ik ben zo naast de Kuyt geboren. Dus, je bent vanaf jongs af aan bij Feyenoord. Ben je altijd al geweest? Ik kom alleen nooit in de Kuyt. Niet meer. Niet meer. Vroeger al. Maar goed, dat Feyenoord gevoel, ook al woon je in Spanje, gaat nooit meer weg. Nee, dat gaat niet weg. Nee? Dat kan niet. Nee? Kan toch niet? Weet ik veel. Nee, dat kan niet. Nou, vertel mij dan. Wat is het Feyenoord gevoel dan? Leg het maar eens uit. De strijd, de passie. Het zijn niet de meest technische spelers. Maar het is gewoon altijd knokken en vechten voor de overwinning. Ja. En dat hoort zo in Rotterdam. Goed. Nou, ik was op Schiphol. Ik ging naar Tenerife en ik ging wat kopen daar. Linies leespakket. Ja, ook. En ik weet niet wat het is, maar niet. Nou, het gaat er gewoon nergens over. Oh, okay. En ik zeg tegen mijn vriendin, goh, ik zeg, die jongen komt zo bekend voor. Ze ja. Ja, dat is Dirk Kuyt. Ik zeg, nou, die gekke woorden. Nee. Ja, nou, weet je, dan ga ik lekker naar Moby Dick. Oh. En dan ga ik naar die afscheidswedstrijd kijken. Dat wel, maar heb je Dirk niet gedacht, zeg? Nee, dat durft hij niet. Je durft het niet? Nee, ik ben zo verlegen als de pet. Oh. Ja, dat kan je het zien. Dat straal ik helemaal. En hier natuurlijk nog een Feyenoord, puur zang. Zo, altijd. Ja, hè? Nou, vertel mij eens even, wat het Feyenoord gevoel, wat is dat nou? Het Feyenoord gevoel. Ja, wat is het Feyenoord? Dat is niet uit te leggen. Dat zit in je. Dat is niet uit te leggen. Nee, dat zit in je. Dat is alles. Dat is alles. Dat is alles. Het draait alleen maar om Feyenoord. Het draait alleen maar om Feyenoord. Ja. Maar de rest is niet belangrijk. Nee. Voor mij niet. Nou, dus het zit gewoon heel diep van binnen. Het zit heel diep van binnen. In je hart. Diep in je hart. Diep in je hart. Ja. Ook als je in Spanje woont. Zeker als je in Spanje woont. Ja. Hoe verder weg je bent, hoe fanatieker je wordt. Zo gaat dat hier in Benidorm. De Nederlandse kolonie bij elkaar en gezellig gekeken naar het afscheid van Dirk Kuyt.